voedselbos combineert het beste van twee werelden. We hebben iets te eten en er is veel natuur. Want bedenk maar dat een bos als ecosysteem eigenlijk voor zichzelf zorgt. Er hoeft niemand te ploegen, te mesten, te zaaien. Je hoeft geen water te geven. In een bos groeit alles. En ieder jaar is er meer productie, meer biodiversiteit, meer bodemvruchtbaarheid. En als we bossen voor een deel als landbouwmodel weten te gebruiken, dus voor voedselproductie, en daarmee het natuurlijk bos als inspiratiebron gebruiken om een vereetbariseerd bos als landbouwmethode te hebben, ja, dan hebben we en voedsel en natuur en hebben geen chemiewinkel nodig en geen vervuiling. Dus dat is het mooie van voedselbossen, natuur en landbouw ineenschuiven. Landgoederen hebben van oudsher functies gecombineerd. Er is vaak een hoogstamboom gehad, er is grond om te grazen, een moestuin, houtproductie. En eigenlijk past een voedselbos qua combinatie van functies in een landgoed voor de 21ste eeuw. Dus opnieuw functies samenbrengen en slim combineren met de kennis die we nu hebben. Van sommige soorten die het in ons klimaat fantastisch doen. Soorten die met elkaar samenwerken, soorten die samen een vruchtbaar systeem opbouwen. Dus voor landgoederen biedt het kansen om en voedsel te produceren op een manier die natuur creëert en past bij de natuurwaarden die ook eigen zijn aan een landgoed. Bij een goede cursus leren mensen van elkaar en heeft de docent ook nog een beetje een rol. Dus we doen allemaal ons best. De docent brengt kennis in, maar de mensen brengen ook ervaringen in. En weet je, een voedselbos kent een gelaagdheid, verschillende soorten, heeft met de bodem te maken. En nadenken over voedselbossen is ook multidisciplinair. Er komen verschillende kennisvelden samen. Dus het is en landschapsarchitectuur, en bodemkunde, en ecologie, en natuurbeheer, en lekker eten. Allemaal vaardigheden die in die cursus samenkomen. En daarna kun je op je eigen terrein, dat je misschien hebt of gaat hebben, ook kijken van hoe kunnen we hier een mooi productief landschap maken met veel natuurwaarde en goede voedselproductie.